Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de einde van Brunch & Bubbles. We beginnen onze uitzending met de heer Robertico Cruz, professor van de University of Central Florida. Samen met de gedeputeerde Elvisina Shu gaven zij een update over de implementatie van het Strategic Tourism Plan. Well, what we propose in that plan is to make Bonaire the first blue destination in the Caribbean. A blue destination has to do with the blue economy, which is a new concept depicting a circular economy. It has two dimensions. One is an international dimension, which is basically how to attract tourists with a definitive profile to Bonaire, which more or less fits to the attributes here and have the income, the disposable income to spend in order to enhance the quality of life of the people. And then we also suggest another more domestic dimension, which is a program where the people of Bonaire can have a lifestyle which is more in tune with the blue economy. For example, banning oxybenzone, plastic bags, you know, a number of these things that is very important, and having that thing as an ecological value within the curriculums, schools, and so on. So what I'm saying is that it is important for Bonaire to reposition itself very, very quickly in the international tourism, regional tourism, in order to support the ultimate goal of this tourism strategy, which is to enhance the quality of life of the residents of Bonaire. Does it involve the people of Bonaire? Yes, it does. I mean, that's the main focus. We feel that in the past, there has been a lot of emphasis on nature, on aspects of nature, which is very, very important, but still not enough emphasis has been given to the people of Bonaire, the quality of life, living conditions, and so on. So it's time to synergize nature with people in order to create a better tomorrow. Is there a time frame for implementing this this plan? Yes, we have come up with an idea of 10 years, actually from 2017 to 2027, but we're 2 years further. So now that they have reactivated and recharged the program, so we expect there will be some tweaking of the program as we move ahead. Cannot say, okay, I want this, I don't want that. You want tourism, that's part of the tourism. So there's nothing bad with cruise tourism. It is a question of governing and managing cruise tourism. That's the main issue. So I think it would be a very faulty, mistaken perspective to think that you can think away cruise tourism. How much will this cost, Bonaire? The plan? The plan, yes. Well, if we are talking about 130,000 people, more or less, a tourist, the acquisition cost or the cost of bringing in a person is about $22. We are talking about $2.8 million. And then usually 60% of the budget goes to marketing, hard dollars. So you have another 40%. So in total, we are talking about $4.85 million for the TCB. That is what it means for, you know, money right now from the public sector. If we are talking about the amount of hotels that we would need in order to accommodate the 60,000 additional tourists in the future for the next 10 years, we are talking about 6 to 7 small hotels, boutique hotels with a maximum of 100 rooms, between 60 and 100 rooms. That would entail about $150 million in investment. If we do all that, it would mean that the economy will increase from the numbers of 2017, about $220 million for the total economy of Bonaire, to about $400 million, 10 years from now. 13 weken lang met veel plezier gewerkt aan het programma Brunch & Bubbles in samenwerking met NOS-TV. We spreken met Leo Dijk graag over de volgende afleveringen. NOS-TV heeft het volgende reportage. These days are all.
Welkom bij de eerste aflevering van Brunch en Babbels, uitgezonden vanuit Red Palm Village. Het is een nieuw programma, het worden 13 afleveringen en het gaat altijd over 4 kookitems, gepresenteerd door Corjan Hogerheide. Je gaat nog veel van hem zien en zelf doe ik het babbelgedeelte. Ja, ik voelde me als een vis in het water eigenlijk. Het was natuurlijk mijn oude vak van vroeger, dat ik al lang niet meer had uitgeoefend eigenlijk. En toen ik een nieuwe kok kreeg hier, die al 130 afleveringen gemaakt had bij de Zeeuwse Omroep, had ik gezien, oké, als jij het doet, dan gaan we samen een programma maken. Jij gaat koken, ik ga babbelen en zo ontstond het idee van Brunch en Babbels. Ja, ik vond het een feest om te doen eerlijk gezegd. En het is gewoon ontzettend leuk als je merkt toch, als je tv hebt, dan kom je makkelijk overal binnen. Mensen willen graag meedoen. Mensen vinden het ook wel spannend voor de camera. En ja, ik vond het een ongelooflijk grote uitdaging. En ik moet ook zeggen, ik vond het een feest om te werken met de mensen van NOS TV. Die vonden het volgens mij ook erg leuk. Want ja, als je natuurlijk altijd het journaal maakt met 1 camera. Ik krijg ineens de kans om met 3 camera's te werken. Dat was denk ik voor de hele ploeg gewoon een hele leuke uitdaging. Maar aan de andere kant, laat ik ook zeggen, het was wel heel zwaar. Het was best wel zwaar, want zo'n programma in Nederland zou je bij wijze van spreken doen met een team van 6-7 mensen. En ja, en ook, maar de montage was ook best wel een dag werk eigenlijk. Voorbereiding was zeker voor me ook 2 dagen werk, dus al met al was ik toch 3 dagen mee bezig. Maar ik vond het een groot feest, eerlijk gezegd. Fantastisch. Nou, allereerst ben ik ontzettend blij dat ze me uitgenodigd hebben om met een nieuw programma te komen. Dat is natuurlijk een ontzettend groot compliment. En zeker ook de samenwerking met de ploeg, die zou ik graag weer aan willen gaan. En ook het idee van Flamingo TV, die toch eigenlijk de grootste post in wezen gewoon subsidiëren, of hoe moet ik het zeggen, mogelijk maken. Ja, dat is natuurlijk een kans. Ik heb wel ideeën. Ik geloof niet dat ik hetzelfde programma zou willen maken. Ook merk ik dat we niet genoeg inhoud hebben voor iedere keer een groot dierenitem. Dat heb ik ook met Dierenlot zo besproken. Ik vind ze ook helemaal geen probleem. Ik wil wel altijd aandacht blijven besteden aan dierenwelzijn in het algemeen. He, maar niet zo per se dat iedere keer die doelen. Want ja, ze hebben eigenlijk gezegd wat ze wilden zeggen. Waar ik eerder aan zit te denken is eigenlijk, en in mijn gedachten was het eerst een soort politiek café, maar zo moeten we het niet noemen. Want het moet breder zijn, aandacht gewoon voor cultuur op Bonaire, voor leuke dingen die gebeuren, interessante dingen. Het is wel een beetje de talkshow gedeelte, zoals we ook hadden dan. Maar dan met iets meer aandacht ook voor wat gebeurt er ook op politiek niveau. Hè? We zijn altijd afhankelijk van een momentje van een persconferentie. En die persconferentie die jullie ook altijd doen, ja, dat is toch vaak heel eenzijdig. Hè? Dan gaan ze precies vertellen wat ze gedaan hebben. Maar meer een soort dialoog eigenlijk met de eilandsraad of met de gedeputeerden of met de gezaghebber. Daar heb ik al met ze over gesproken. Die zijn daar heel enthousiast over. Die willen dat heel erg graag. Dat bij wijze van spreken 1 keer in de maand komt dan Elvis bij wijze van spreken. En Nina komt een keer en meneer Kroon komt een keer. Dan is voor hun allemaal 1 keer per maand met de gezaghebber erbij. Als we dan een wekelijkse uitzending gaan doen, daar heb ik wel zin in. En dan wel ook, toch ook wel met een beetje koken erbij. Maar meer eigenlijk de opzet eigenlijk van, ja, meer een de wereld draait door. Alleen dan sluiten we af met alle gasten die dan iets gaan eten met elkaar aan een grote ronde tafel. Ja. En een beetje geïnspireerd op de wereld draait door, denken wij aan Bonaire draait door. Voor de mensen die dit nu zien, maar de uitzending nog nooit gezien hebben, je kan hem het hele jaar nog blijven zien. Ga naar www.brunchandbubbles.nl en dan kan je kiezen aflevering 1, 2, 3. Je kan de recepten nog een keer zien. Dus je kunt ze eigenlijk nog alle 13 zien, het hele jaar door. Brunchandbubbles.nl. Dertien uitzendingen lang kan je terugvinden, kan je delen met je vrienden in Nederland, in China, in wereldwijd. Nou ja, we zien wel. Bedankt voor jullie kijken en ik zie je hopelijk volgende week of bij de opname bij Red Palm Village, altijd op zondag tussen 11 en 2, 3, 4. En de uitzending iedere zondag bij NOS TV van Flamingo TV. En dat gaat zo 13 weken door. Dus succes en nog een hele fijne zondag. Centrum Jeugd en Gezin Chef in samenwerking met Kiwanis Kralendijk Bonaire hebben voor de Dag van de Familie een fotowedstrijd en veel leuke activiteiten. We spreken met Mimi Dongen.
Centrum in Tutti Familia, het Centrum Jeugd en Gezin, heeft jaarlijks een viering voor de Week van het Gezin, Semana di Famiglia. En dat begint altijd met 9 mei, de moederdag. En 15 mei is de Week van het Gezin. Dit jaar hebben we samen met de Kiwanis overlegd dat we samen een activiteit doen om iets leuks te promoten voor alle gezinnen en families op Bonaire. Waarbij het gaat om een fotowedstrijd, waarbij alle gezinnen op het moment dat ze leuke dingen doen samen met hun gezin en met hun, of met hun familie, dat ze die kunnen opsturen naar de Facebook Ritjemoetje of Facebook Kiwanis Bonaire. En vanuit dat stukje zijn er leuke prijzen te winnen. En wat bedoelen we met die foto's? Dat je met niet zoveel geld heel veel leuke dingen kunt doen. Zonder dat het heel veel geld kost. En dat kan zijn met een heel groot gezin, leuk spel doen thuis of in de tuin of op de beach. Samen eten, leuke spelletjes met elkaar. Weet ik veel, het kan van alles zijn. Maar het gaat erom dat je lachende gezichten allemaal ziet en dat je blije mensen ziet. En dat niet heel veel geld kost. En daar kun je wel hele mooie prijsjes mee winnen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. En het mooie hiervan is dat we het eigenlijk hebben bedacht van 15 mei, dus de dag van het gezin, tot aan 15 juni. Maar we hebben het een beetje verlengd, een paar dagen, tot aan 19 juni. En de prijzenuitslag is dan de 24 juni. Het is zo dat Kiwanis, dus die bestaat nu sinds vorig jaar 2018, zijn we gestart. We zijn nog niet een jaar bezig. In augustus zijn we dan een jaar. Zijn we de eerste de Kiwanis Club of Kralendijk hier op Bonaire. Kiwanis is een internationale organisatie dat staat voor charity activities voor de community. En de slogan van Kiwanis is ook The Kids Needs Kiwanis. Dus Kiwanis' focus is op kinderen, op de jeugd en centrum jeugd en gezin. Het woord zegt het al. Dus hebben wij... Het mooiste was om Centrum Jeugd en Gezin te benaderen, om samen te kijken wat kunnen wij voor de maand mei doen. En voor de Dia di Famiglia, of de dag van de familie, dag van het gezin. Dus op die manier zijn we eigenlijk samen met Centrum Jeugd en Gezin begonnen om te kijken naar een activiteit. Omdat Kiwanis ook sowieso in zijn programma staat dat ze elke maand een activiteit bieden voor de kinderen hier op Bonaire. Dus... En hebben we samen gekeken naar mooie prijsjes. En dan die weekendstay, ik herhaal het weer. Dus er zijn echt mooie kansen dat je weekendstay kan winnen. Wat ook heel belangrijk is, wat Mimi al zei. Dus moederdag is in meegenomen. Maar we hebben het ook verlengd in overleg samen met Centrum Jeugd en Gezin om vaderdag daarin mee te nemen. Dus dan hebben we dus echt de gelegenheid dat iedereen mooie foto's kan sturen. Met activiteiten met mama, papa, oma, opa. De buren, want soms zijn ook de buren jouw familie, soms zijn jouw collega's jouw familie. Dus stuur foto's waar je leuke dingen bezig waar je aan leuke activiteiten bezig bent met je familie. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Een kunstexpositie bij Casti Mimina in Terrocora. Dit is opgedragen aan mevrouw Surswinda Seraus. Nos TV heeft het volgende. Ja, de bewoners hadden heel hard gewerkt. Ze hadden elke dag een stukje bij stukje die galerij gedaan, die positie, al die poppetjes en zo hadden geverfd. En nou zijn ze hadden echt heel goed gewerkt. Ze hadden eigenlijk 2 maanden gewerkt erop. En nu hebben we het gezien dat het echt mooi is gebleven. En er waren mensen die heel goed kunnen zien. Er zijn ook mensen die niet goed kunnen zien. Er zijn ook mensen met Alzheimer. En ze hadden wel zijn best gedaan. Ik wou net vragen, het zijn eigenlijk grote mensen, mensen die hier en daar een probleem hebben. Was het makkelijk? Nee, het was niet makkelijk. We moeten het begeleiden. We moeten het stimuleren, want ze begonnen, maar ze aan de
eind van de werkbeginsel te zeggen, we zijn moe, we willen het niet, we kunnen het niet. Maar we hebben wel gestimuleerd en gepusht om een goede werk te doen. Vooral bij zijn spiritueel, voor zichzelf. Ze hadden gezegd dat ze weten niet dat ze konden, maar nu weten ze wel dat ze niet kunnen alleen maar zitten en niks doen. Want ze zeggen, ja, ik ben oud, ik kan niet zien, ik heb Alzheimer, ik ben half verlamd, dan kan ik niks doen. Dus nu kunnen ze wel toegeven dat ze kunnen, ja. Vanavond zijn we open om 6 uur tot 8 uur. En morgen de hele dag kunnen ze langskomen. Dus vrijdag de hele dag? Ja, de hele dag. En vandaag nog om 6 uur tot 8 uur. Ja. En de locatie is bij Kaimimina, Terokora. Dance Station Dansschool Bonaire presenteert The Future. De repetities zijn hun jaarlijkse afsluiting van het schooljaar presentatie. We spreken met Jorien van Diepen. Ja, in de vooropleiding trainen we in 3 disciplines. We trainen klassiek ballet, popshow musical en song en dance. Voor vooropleiding 3 hebben we nog een aparte les, dat is een wisselles. Dus dat betekent dat vooropleiding 3 om de 4 à 5 weken een andere dansstijl krijgt. En dan is de bedoeling dat de kinderen, de leerlingen, dus kennis maken met verschillende dansstijlen. Nou, dat is de training die ze krijgen en daarin proberen we natuurlijk heel gedisciplineerd de kinderen te trainen met de juiste techniek, met de juiste uitstraling, met de juiste performance. Vanaf dit jaar hebben we ook een speciaal traject, want wij merken steeds meer dat er meer leerlingen zijn die uiteindelijk echt het vak in willen. Zo hebben we de afgelopen jaren Maria, Kimberly, Imani, Kenya hebben gehad. En dit jaar ook Isabella Lokhorst gaat dit jaar ook naar Nederland toe, naar de vooropleiding. Maar wij merken wel dat dat een beetje extra aandacht nodig heeft. Dus sinds dit jaar hebben we een speciaal auditietraject gecreëerd. Daar zijn we nu met 1 meisje hier. Op Bonaire zijn we daarmee bezig. Om zich voor te bereiden op de audities weer in Nederland of in Amerika. Want je moet je voorstellen, je bent hier op Bonaire. Je bent hier best wel beschermd, opgevoed, opgegroeid. En dan moet je auditie gaan doen. En dan kom je in Amsterdam of in een grote stad terecht, waar dan ook. En dan word je wel eventjes open en blootgesteld aan de werkelijke realiteit. En dat is heel hard. De wereld van auditie doen, van musical, theater, is heel hard. Dus wij bereiden de leerlingen voor in zelfvertrouwen, in presentatiegericht. Hoe sta je voor een jury? Wat kan je verwachten bij een jury? Hoe ga je om met tegenslagen? Want je zal heel veel tegenslagen in het vak krijgen. Het zal niet altijd van, yes, je bent aangenomen. Nee, je wordt misschien wel 10 keer krijg je een nee en 1 keer een ja. Dus daarop bereiden we onze leerlingen voor. Plus daarnaast ook zijn we technisch bezig om de leerlingen net een beetje extra kracht en techniek te geven voor de audities. Zodat we natuurlijk beter resultaat hebben. Want ook wij willen graag dat ons talent uiteindelijk het vak ingaat. Dus dat zij uiteindelijk dus in een, naar een internationale dansschool gaan. Of naar een internationale dansacademie. Dus daar zijn we nu ook druk mee bezig. De eindpresentatie van Dansschool Dance Sensation zal worden gepresenteerd door kinderen vanaf 6 jaar met een belangrijke boodschap vanuit de Bonaireaanse cultuur. 22 juni hebben wij Jong Bonaire 2 eindpresentaties. 2 dezelfde shows om 16:30 en om 19:30. Dit is onze grote eindpresentatie. Eigenlijk kan je het wel een beetje zien als een eindejaarsafsluiting. En dat is voor iedereen op Bonaire mag komen kijken. En alle leerlingen van de dansschool vanaf 6 jaar treden daarop.
Nou, het thema van dit jaar is The Future. En we gaan een beetje in de future van het klimaat, van de aarde, maar ook van de technologie. En aan het eind van de show zit daarbij een hele belangrijke boodschap. Echt een belangrijke boodschap vanuit de Bonaireaanse cultuur. En ja, als mensen onze show willen zien en weten hoe het eindigt, ja, dan moeten ze natuurlijk naar de show komen. De kaarten kunnen ze halen hier bij ons op de dansschool op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en zaterdagochtend. Bij Yoshanti's Bookstore, Lisa Convenience Store en op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en zaterdagochtend bij ons op de dansschool. Daar kunnen ze de kaarten kopen vanaf 3 juni. Ik denk dat het een hele mooie experience is voor iedereen op Bonaire. Dus ik raad iedereen aan om te komen kijken. Want het is niet zomaar een show. We pakken helemaal uit met licht, geluid, flitsende kostuums en natuurlijk prachtige choreografieën en een heel mooi verhaal. Dus ik denk zeker dat het de moeite waard is voor iedereen om te komen kijken. De kosten van de kaartjes zijn $17 voor volwassenen, $12,50 voor kinderen en aan de deur voor kinderen $15 en voor volwassenen $25. Dus kaarten van tevoren kopen, want anders betaal je toch wel een stukje meer. Eerst overwinning in rechtbank bewoners tegen asbestsoort. Na 3 jaar strijden heeft het echtpaar De Vries een belangrijke overwinning binnen in de rechtszaak tegen de overheid vanwege de asbestsoort vlakbij hun woning. Maar dit is pas het begin en nog geen oplossing, zegt ze, Caribisch Netwerk. Aan de ene kant natuurlijk erg prettig dat het een positieve uitspraak geweest is. Aan de andere kant, we hebben er bijna 3 jaar op zitten wachten. En in oktober 2016, toen het dermate urgent was, dat wat er hier op korte afstand van onze woning gebeurde, dat die stress en dat gevaar, dat is er nog steeds. Ja, hetzelfde wat Joyce zegt, we zijn er nog niet. En het is wat zeer verdrietig is dat we geconfronteerd worden met overheidsinstanties, brieven sturen en waar het dan wel van mag ik alsjeblieft een antwoord krijgen, maar je hoort niks meer van ze. Nee, en wij zijn op allerlei manieren, hebben we toch wel, ik heel sterk het gevoel, dat we iedere keer in valkuilen beland zijn en dat men de overheid of de instanties gehoopt hebben dat wij het zouden opgeven, maar ja, wij, zolang we nog door kunnen gaan en de gezondheid en de kracht hebben, zullen we dat ook doen. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.